Hey pap, ja. Ben je klaar om te gaan? Ik wel. Hoeveel kilometer moeten we dadelijk? Ik zal even kijken. We gaan even kijken waar we naartoe gaan. 300. We gaan naar Le Touquet en hij zegt al rijden maar. Harderwerk is gedaan, hoeven we alleen nog maar afmaken. Af te maken is pap, hè? Dus we gaan het even zien. Doe je, hè? Ja, we zijn onderweg. Naar Le Touquet. Pap, de chauffeur. Bent u de kok, mam? Hoeveel procent van het inpakken doe jij altijd? Nou, dat vind ik ook wel. Vandaag gaan we niet werken. Vandaag gaan we. Oh, goed. Ik heb geslapen. Hoe het eruit ziet, daar gaan we het niet over hebben. Maar morgen vroeg is te doen. Vandaag motorkeuring. We zien de besparing, zo gaat het morgen ook. Oh, Willy! Verwachtingen en hoe is het verloop vandaag? Nou, goed, zeker top 5. Kijk, dat is tenminste praat. Ronald kijkt heel boos naar een video. Axel is een beetje koud, dat heb ik niet gezien. Genk noemen wij ook wel de Nutcracker. Waar zijn we? Knippen liggen er al in. Smet zat even hier het goede idee om even te gaan kijken. We zijn al 28 minuten aan het fietsen. We hebben één rechtstuk gezien. En een berg. Die heb jij weer voorgeschoten. Toch een klein beetje dubbel nou. Maar komt goed. Overgaansnacht! Druk aan voorbereiding met zijn brillen, het eten, zijn drinken. Nee, brillen zijn al gedaan. Brillen zijn al gedaan, oké. Okay. Het duidt heel vies weer. Maar... Ja, ik ben onderweg. Naar de start. Mijn fietsje. Door de stad heen. Het is vandaag zover. Ik moet al zeggen, we gaan laten zien van onze beste kant. Dus ja, we gaan ervoor. Should have won one a couple of years before he actually did last year, but 2 years ago. The race was cut short. And due to the inclement
weather at 110, 105, 195. J'entends des chansons. De Paris n'importe où. Moi, au sud. Oh, j'entends des chansons. Moi, au sud. La mer. Le long des golfes. On va danser le long des golfes. Le long des golfes. On va danser le long des golfes. Splits himself, splits the two back markers actually on his Husqvarna as he launched over the top of the jump. Again, just not knowing what's the other side. So Lars Van Berkel of Netherlands. Quick pull of the roll-off. As he dances his way, brought a whoop-de-goosh. And then just cleans out the back marker almost as he goes to the other side of the banking there. Where is the Wolfman, Jeffrey DeWolf? 10 seconds is not that far, but when you have to deal with traffic like this. So watch this. He goes, okay, let's just improvise, and then almost cleans out the back marker in itself in the process. But he's got good long legs, just the Dutchman. He's able to use those to good effect. That he finished in 11th place.
finished on the same, about one lap down on the winner, which was obviously Milko that year. I remember him to text, message me and say, hey Adrian, can you help me? I need to finish this turn in the UK, and he's already full. I said, wow, because 2 days after the start of the inscription, he was already full. Wow. And he called me like 3 days after and he said, can you do something? And I said, wow. I will tell the organizer, you're one of the fast guys. And then I think finally he was on the list and it's fine for him. Bonsoir. Hetzelfde. Van 22 of zo. Jongen, dat is niet normaal hoe het waar is. Goedenavond, Bonsoir. Bon. Wat ben ik heel? Nou, ik moet er nog weer. Kom voor de water, wat er komt.